everybody who worked on the organization of the ICT CIO of the year. Now the guy and Bas who is standing ready to announce the winner. And champagne. Okay, the nominated. The future of business internationally. Corporation. It's about a dream and getting it through, getting it done. In the end, it's execution. And I hope that the 10th edition will not lead to the 11th edition, but the 10.0, the first 1.0 edition. 10th, number one. Over, sorry for the English-speaking people, this is a Dutch prize for the Dutch CEO of the Year Award. Dus we gaan over in het Nederlands, we continue in Dutch. Eigenlijk, sorry, nee, grapje. Mark Schuring wil ik naar voren. We gaan de eerste jury even aan u introduceren. Mark Schuring, partner en manager director van de Boston Consulting Group. Zes en iedereen in de zaal. We hebben fantastische dingen gezien. Onze economie heeft groei nodig. Onze bedrijven moeten groeien. Groei uit de core, daar is nog ruimte. Groei uit adjacent industries. Groei uit innovatie. Eén advies, zorg dat je die tijd vrijmaakt om met technologie ons te laten groeien. Dank je. Ja, toch ook een beetje van hun, dus dat helpt enorm zeg maar, bij het veranderingsproces wat je doorvoert. En ik vind het mooie van een juryproces als je daarbij zit. Nou, je voelt natuurlijk bij die jurygesprekken zo, je voelt gewoon de spanning en je ziet de mensen die graag willen winnen. Maar met name het proces daarna, weet je, met de evaluatie dat plaatsvindt, hoe de gewikten en gewogen wordt, de verschillende onderdelen gemest worden. Nou, ik denk dat degene die van dit jaar wint, dat hij ook echt trots kan zijn dat hij gewonnen heeft. Ja, een week is wel lang. Kijk, informatie is ook wel een beetje gevoel. Wij proberen altijd met PostNL te voorspellen wanneer de pakjes aankomen. En als we dat goed doen, is iedereen blij. En als we dat niet goed doen, is iedereen ongelukkig. Dus ik zou graag wel een keer willen ruilen met Hessel, want die heeft volgens mij hetzelfde probleem bij de NS. En nu veranderd. Ja, ik wou zeggen niks, maar dat gelooft je niet. Nou, ik denk dat met name dat we het begin echt hadden over wat mensen gedaan hebben aan projecten. En nu praat je echt over wat ze, waar een bedrijf naartoe gaat. En dit is gewoon geen één bedrijf wat niet meer zonder IT aan het veranderen is. En dat merk je ook aan de personen en dus eigenlijk aan de CEO's waar je mee praat. Het zijn veel meer de veranderaars in plaats van de bezetdirecteur of ja, de uitvoerders IT. Dank je, Berk. Dank je wel. Hessel Nickers, CIO. Nee, ik niet elke dag waar ik nu zit. En ik vind het heerlijk hè, om zo'n directe impact te hebben op de dingen die je doet. Op al die reizigers die met ons meereizen. Dat is leuker dan parkeren. Ja. Ja, zeker als je al een tijdje gedaan hebt, dus het is leuk om weer wat anders te doen en dat leer je zelf ook weer heel veel van. En je kan ook wat meenemen naar de nieuwe organisatie, dus helemaal prima. Oké, okay, nou, wat doe je? Ga ik eerst eens goed nadenken of ik dat wel wil. En dan? En dan ga ik denk ik daar wel aan de slag. Daar ben ik blij met de vervolgvraag stellen. Dankjewel. We gaan naar de volgende. Een Amerikaans bedrijf, die werd een geruime tijd vanuit Amerika. Wat heeft die Amerikaanse bedrijfscultuur jou geleerd? Dan moet ik een politiek correct antwoord geven. Nee, helemaal niet. Dat ga ik niet doen. Dus de Amerikanen doen de IT een beetje zoals zeg maar, hun leger doen. Dus heel veel mensen er tegenaan gooien, heel veel materieel en hopen dat het goed gaat. En komen we daar alsjeblieft niet op. Maar dit is die Amerikaanse. Werkt met je machine maken op een wetenschap waar het woord de grote uitdaging is om zeg maar, die 5000 ingenieurs in de company bij te houden als CIO. Dat is wel onze grote uitdaging, of mijn grote uitdaging. Mooi, doei. Dankjewel. Ja, dat is een beetje, ja, ik vind je bent een beetje een hybride, hè, moet ik zeggen. Want als jij nou mag kiezen tussen de zware rol in de business of in IT, welke pak je? Absoluut IT. Ja, superleuk. En de IT-business is tegenwoordig natuurlijk. De IT is gewoon in de business. Klaar. Is dat zo? Volgens mij hadden we daar nog een keer een congres over in. Drie CIO's geleden. VVD-Kamerlid een tijdje geleden die een heel rapport schreef over ICT niet helemaal wist wat het was. Maar als je nou zo moet kiezen tussen informatie en technologie, wat koos je dan? Dan wordt het technologie. Toch hè? Absoluut. En waarom? Lekker veel knopjes? Heel veel knopjes en de technologie zit in alles wat ons beweegt. En in alle onderdelen van de society op dit moment. Dus volgens mij is dat het meest opwindende waar je op dit moment in kan begeven als CIO. Heb ik het misschien verkeerd begrepen? Ik hoorde drie keynote speakers vanmorgen helemaal zei, technologie, dat is van processen. En waar het om gaat is informatie. Ja, maar die informatie die komt uit technologie en uit sensors. Dus dat vormt de basis
voor al die informatie die we krijgen. Ik hou de microfoon vast. Ja, de akoestiek is hier heel goed. Nee, zoals gebruikelijk waren eigen kandidaten weer zeer aan elkaar gewaagd. En natuurlijk zitten ze met verschillende uitdagingen binnen het bedrijf. Bedrijven zijn er van verschillende groottes. Ik denk dat het gemeenschappelijk was dat het allemaal mensen zijn waar ook hun CIO's echt enthousiast over waren. En ook de betrokkenheid tussen die partnerships enorm gegroeid was. Ik kreeg als eerste de opdracht om weer 10% te bezuinigen. En uiteindelijk liep ik met 80% meer budget naar huis. Omdat hij zei, als ik het niet meek, dan kunnen jullie over 10 jaar niet meer bestaan. Dus ik denk dat wij weer een bijzondere directwinnaar hebben uit een enorme close race. Waar ik inderdaad alle kandidaten weer zeer dankbaar voor zijn dat ze op zijn mooie Nederlands een bal op het blok hadden gelegd om mee te doen. Dat we weer een mooie winnaar hebben. Ja, nou, voordat het doet, kijk even achter me. Ja, nou ja, hier hoor je dat innovatie niet heel leuk is. Als je om je heen kijkt, denk je van nou, dat valt allemaal mee. Want het laat alleen maar mannen in pakken. Maar ik denk dat we daar nog wat werk aan de winkel hebben, inderdaad. Dus dames, u weet het, de opdracht is voor volgend jaar. Doe mee, kom op het podium. Maar de winner is... De winner is Louis Luiten. Dames en heren, Louis Luiten. I want to share this moment with a few members of my team. Please come forward. Just Harold, Sven, and me. Yesterday I talked about team. I think I have a world-class team. ASML has a world-class team. And we are ready for the next step, and that is winning the race. Please, I like those guys here to join the Nee, wil ik het niet. De Brabant eruit. Geweldig! Wat is dit voor baas? Veerkrachtig. Veerkrachtig? Veranderaar. Veranderaar, in welke zin? In de zin van dus de veranderstand die we moesten maken met onze IT-afdeling naar waar we nu staan. Ah, dat heeft hij gedaan? Dat hebben we als team gedaan. Maar hij heeft toch de ding gekregen? Nee. Hij is de baas. Hij! Dit wordt niet sexy maken, de rol als CEO, denk ik. Maar dan komen die vrouwen wel. Dat is wel ontspannen. Louis!